Jij gaat ons elke dag wat extra's vertellen, laten we zeggen, ver achter de komma van het zwemmen. Hè? Want wat wij zien op de buis is natuurlijk lang niet alles wat het zwemmen behelst. Het ligt allemaal onder water, je ziet als kijker niet zo vreselijk veel. Wat wil jij vandaag uitleggen? Nou, ik wil met name een beetje inzoomen op de techniek, op de verschillende technieken vandaag van de borstcrawl. En zodat we een beetje beter begrijpen van waar zijn zwemmers nou eigenlijk continu mee bezig in de trainingen. Mij werd vroeger vaak gevraagd van is dat niet saai, hele dag, 4 uur per dag heen en weer zwemmen? Dat is niet wat wij doen. We zijn altijd bezig met hele kleine elementen. Aan het sleutelen. Aan het sleutelen, continu, elke dag. En ja, dat kun je alleen maar zien close-up. En dat wil ik graag even laten zien. We lopen over de speciaal vooruit. Ja, zeker. Mooi zwembad. Lopen, Johan. En dan kan je het laten zien, want je hebt prachtige beelden meegenomen die dat echt laten zien. Hè? Ja. Die details laten zien. Ja, dus we beginnen bij de borstcrawl. De borstcrawl is de snelste zwemtechniek. In competitie noemen we het freestyle. Dan mag je eigenlijk alle slagen doen die je wil. Dat is eigen keuze. Iedereen kiest voor de borstcrawl omdat hij het snelste is. De armen en de benen zijn continu in beweging. Er zit geen stopmoment in, zoals bij de schoolslag. En als we het even heel simpel maken, je hebt de beenslag en je hebt de armslag. En je romspieren zorgen eigenlijk voor stabiliteit. Nou, de beenslag is eigenlijk vooral bij rustig zwemmen, heeft twee doelen. Eén is een ligging, je wil je benen bewegen zodat ze na het wateroppervlak komen. Tweede is balans. Grote bewegingen met je bovenlichaam kan zorgen voor een enorme beweging door het water. Je benen die zorgen voor tegenbalans, zodat je mooi strak in het water blijft. Voor hoeveel snelheid zorgen je benen? Hele goede zwemmers kunnen ongeveer tot 15-18% van de snelheid uit de benen halen. Heel weinig dus eigenlijk maar. Ja, op een sprint is dat natuurlijk wel weer heel veel, hè, als je dat vertaalt. Maar hoe langer de afstand, hoe minder benen je eigenlijk gebruikt. In ieder geval voor de snelheid. Tot een eindsprintje zoals zo'n 400 meter, daar komen ze erbij. Ja. Nou, sinds Maarten van der Weijden 3 dagen door de Friese water heeft gezwommen, werd mij continu gevraagd hoe kan het dat hij zo'n langzame, mooie, rustige slag heeft. En dat wil ik eigenlijk laten zien aan de hand van wat slow motion beelden. Zwemmers zijn continu bezig met efficiëntie. Elke doorhaal die ze onder water maken, dat ga je hier ook zien. Dit is een doorhaal. Ja. Die willen ze benutten aan de voorkant. En dit is de overhaal. Nou, als we die nog een keer mogen zien, de slow motion. Ik weet niet of dat kan. Focus points komen ze aan. Dus de overhaal. Dit is de overhaal. Ja, ja. Over water, zeg maar. Precies. En je zou denken bij de borstcrawl dat het gelijktijdig is. Maar bij rustig zwemmen vinden die bijna afzonderlijk van elkaar plaats. Dus hier ga je het ook goed zien. Hier is nu de overhaal gaande. En bijna bij de insteek gebeurt die doorhaal. Zwemmers zien hun handen als surfboards. Elke keer als je doorhaalt, wil je met de andere hand zo lang mogelijk surfen, zodat je kan glijden door het water. Dus eigenlijk zo lang mogelijk uitdrijven met deze hand. Precies. Ja. En waarom doen we dat? Voor de slaglengte, hè, om zo lang mogelijk te zwemmen. Om zo efficiënt mogelijk om te gaan met elke doorhaal die je doet. Maar ook aan de andere kant is het belangrijk, elke keer als je overhaalt, hè, dat gaan we hier zo zien, elke keer als je overhaalt, zwaartekracht druk je dan naar beneden. Je tilt een hele arm uit het water. En dan heb je die voorste hand nodig om lekker hoog in het water te liggen, zodat je zo min mogelijk weerstand hebt. In balans te blijven eigenlijk ook? Ook in balans, ja. Bij de borstcrawl is het noodzaak om zo smal mogelijk over te halen, waarbij de elleboog altijd het hoogste punt is. Als je dat niet doet en je haalt over via de zijkant, ja, dan komt er heel veel beweging in die romspieren die dat allemaal op moeten lossen. Dus zwemmers zijn bezig met balanceren, met glijden, vooral bij rustig zwemmen, om zo min mogelijk weerstand op te wekken in het water. Ja. Nou, heeft Maarten van der Weijden in deze slag de Elfstedentocht gezwommen. Die deed eigenlijk niks met zijn benen. Klopt. Is dat zo zwaar dat je daar eigenlijk al heel snel heel moe van bent? Je beenspieren zijn natuurlijk hele grote spieren. Dus die wil je niet continu inzetten. En vooral bij hele lange stukken. En Maarten van der Weijden had wel een talent. Hij had bij de Elfstedentocht natuurlijk een enorm dik wetsuit aan. Dus de benen blijven vanzelf eigenlijk wat drijven. Maar bij lange afstandszwemmers en Maarten van der Weijden kon dat heel goed minimaal je benen gebruiken en toch zo hoog mogelijk aan het wateroppervlak houden. Betekent dat ook dat zijn techniek van de armen ongeëvenaard is? Dat hij zo mooi, zelfs in een hele trage slag natuurlijk, hè, vooral op het laatst, kan zwemmen, dat hij daar dus nog op vooruit komt? Ja, en vergeet niet, die man is over de 2 meter. Ja. Die armen die maken nogal een weg onder water. Daar hoeft hij eigenlijk niet echt kracht voor te zetten. Ja, want wat is de ideale bouw voor een vrije slagzwemmer?
Nou ja, hoe langer, hoe beter. Maar grote aan de andere kant. Hebben we ook, of maakt dat niet uit? Grote handen, dat zijn je paddles. Ja. Dus hoe groter die zijn. Maar je moet er allemaal wel iets mee kunnen. Ja. Snap je? Sommige mensen zijn heel lang, maar hebben een hele korte slag. Je moet technisch ook goed onderlegd zijn om die lengte dan te benutten. Ja. Ja. Is het een slag die nog echt doorevolueert? Want we hadden het net over Katie Ledecky, die dus aan het uitproberen is of ze met haar bovenlijf meer roteert, of ze daar sneller van wordt. Is daar kennis over, of verschilt dat heel erg per persoon? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je wil optimale stuwing veroorzaken. En stuwing betekent tegen het water afzetten, zodat jij zelf naar voren gaat. En je stuwvlakken, ja, daar kom ik later in de week nog een keer op terug, dat zijn je hand en je onderarm met name. En die wil je zo snel mogelijk verticaal in het water zetten, zodat je met dat vlak zoveel mogelijk water naar achter kan verplaatsen. Ja. En jezelf daarmee vooruit werkt. Ja. En dan is mijn grootste probleem als ik dit probeer, dat ik na één baantje back af ben, omdat ik niet weet hoe het met mijn ademhaling zit. Klopt, ja. Ik heb een speciaal blokje over ademhaling. Eén ding geldt bij ademhaling. Je ademt in of uit. Je wil nooit je adem te lang onder water vasthouden. Want dat zorgt alleen maar voor stress op de longen en een hoge hartslag. En het leren van rustig ademen bij de borstcrawl is een van de eerste dingen waar je mee moet beginnen. Ja, nou, dat horen we dan later in de week van je.